Vandaag kwamen we hier samen bij Living Tomorrow voor de derde editie van de toekomst van nieuws en communicatie in samenwerking met Belgia Club. We hebben enerzijds een keynote gegeven over de toekomst van communicatie op basis van eigenlijk onze inzichten in de Gen Z-wereld. Anderzijds hebben we ook een panelgesprek gehad met drie experten die hier meer over hebben verteld. On s'est concentré aujourd'hui sur la communication dirigée vers les Gen Z, donc via trois thèmes. Tout d'abord, le changement du tone of voice des entreprises pour communiquer avec elles. Deuxièmement, l'importance du créateur économie et les influenceurs. Et troisièmement, le metaverse et son impact dans la communication. Gen Z is de generatie tussen 1997 en 2012. Zij zijn dus een jonge generatie van einde de tieners en de begin twintigers. En ze hebben toch wel een heel andere manier van communiceren. Gen Z staat ook wel gekend voor die inclusie, die diversiteit. Dus het is zeer belangrijk om dat mee te nemen in je communicatie. En dan ook, ja, toon gewoon de realiteit en niet de perfecte wereld, want die bestaat niet. Pour nous, c'est important de toujours regarder vers le futur, de se dire qu'est-ce qui va se passer plus tard et d'aider les entreprises en fait à comprendre et à se préparer pour ce futur. On va regarder dans 10 ans, se dire voilà, TikTok, ça va être très important, on va vous le dire maintenant et c'est à vous de prendre les actions par après. Veel bedrijven zeggen, dit is misschien niet mijn doelgroep vandaag, maar wat we zien is dat tegen 2025 toch wel 27% van de populatie Gen Z is die op de werkvloer zit of staat, beter gezegd. En ja, dus het is toch wel tijd om je daar toch wel als bedrijf op voor te bereiden op die manier van communiceren.